Hey, vandaag is het niet zoals gebruikelijk een inhoudelijk filmpje, maar wel een filmpje hoe dat je eigenlijk efficiënt kan studeren voor geschiedenis. Mijn leerlingen hebben volgende week een belangrijke open boektoets voor geschiedenis. Dat is eigenlijk een ander soort testing of toetsing dan dat zij gewend zijn. Dat is wat die niet kennen. Spreekt eigenlijk voor zich, hè. Dat je inzichtelijke vragen krijgt en je mag je cursus en al het materiaal dat je hebt gebruiken om de test in te vullen. Dus dat vraagt eigenlijk een totaal andere aanpak. Maar een aanpak dat ik sowieso veel interessanter vind om geschiedenis te studeren dan gewoon dingen van buiten blokken. Dus vandaag enkele tips hoe je jezelf kan voorbereiden voor een toets van geschiedenis of voor een open boektest van geschiedenis. We gaan eens kijken. Puntje 1. Een hele logische, maar check je cursus. Zie dat je cursus volledig is, vergelijk met klasgenoten en doe dat minstens 2 dagen voor de toets. Dat je niet de avond op voorhand zo snel merkt van oh nee, dat is niet in orde en nog dingen moet aanvullen. Heel eenvoudig eigenlijk, kan je heel makkelijk in orde brengen, maar zo belangrijk voor een vak als geschiedenis, waar verbanden en volledigheid belangrijk zijn. Punt 2. Begrijp wat je studeert. Ik haat met een passie als ik zie dat leerlingen gewoon op een toets antwoorden klakkeloos opschrijven zonder eigenlijk te weten wat erachter zit. Geschiedenis is een vak waarbij dat inzicht, waarbij het begrijpen van de situatie zoveel belangrijker is dan gewoon ja, weten wanneer dat zaken zijn gebeurd. De waarom-vraag moet je zelfs altijd stellen bij het studeren. Puntje 3. Zoek verbanden. Probeer de cursus te linken. Zoek verbanden tussen hoofdstukken. Vertrek daarbij bij de titels. Wat betekent die titel? Welk domein van de samenleving is dat? Zijn dat zaken die ik al heb gezien? Heel vaak bij geschiedenis zijn er zaken die je ooit al hebt gezien, die gewoon weer terugkomen. Geschiedenis lijkt heel breed, lijkt heel veel informatie, maar eigenlijk zijn het heel vaak dezelfde soort dingen die gebeuren, maar gewoon bij een andere beschaving, bij een andere bevolking. En als je de verbanden gaat proberen te leggen daartussen, is dat in het begin misschien ietsjes meer werk om alles te begrijpen, maar je gaat de komende jaren echt wel de vruchten van plukken, omdat je dat historisch inzicht krijgt. Het oorzaak-gevolgdenken is daarbij iets waar je heel veel aandacht aan moet spenderen. Dat gaat je nog heel veel opleveren. Vooral gaat het ervoor zorgen dat je heel weinig gaat moeten studeren, eenmaal dat je dat principe goed doorhebt. Puntje 4. De volgende, dus vanaf 4 eigenlijk, zijn vooral puntjes over hoe dat je thuis kan organiseren, maar ook hoe dat je kan organiseren voor een examen of voor een open boektest waarvoor jij dit filmpje maakt. En puntje 4 is: we werken met een kladblad. Als je bij je test een kladblad krijgt, gebruik dat. Krijg je dat bij een examen? Gebruik dat. Bij een open boek? Gebruik dat. Als je plots een heel bundeltje met opdrachten krijgt om te maken in een bepaalde tijd, kan dat kei stresserend zijn en wil er gewoon in vliegen. Maar dan ga je achteraf zo denken van, ah ja, maar dat moet daar ook nog tussen, oei, dat ook nog. Dan ga je gewoon met een typex alles de hele tijd wegdoen en tijd verliezen. Kijk eerst rustig naar de vragen, neem je kladblad en denk, ah ja, vraag 1, wat weet ik daarover? En schrijf losse woorden over. En pas nadien, als je helemaal wat rustig bent en weet wat er allemaal in een test komt, kan je daar een volledig antwoord van maken. Gaat u echt heel veel tijd besparen. Puntje 5. Belangrijker ook. Maak schema's, gebruik schema's. Ik probeer dat aan te reiken aan mijn gastjes. Maar ik kan die ook heel makkelijk zelf maken. En gebruik daarvoor kleur, gebruik daarvoor fluorstiften. Maak daar geen kleurboek van, hè. Geen kleurboek van, hè. Maar gebruik dat efficiënt. We gaan eens kijken naar een voorbeeld van een goede samenvatting. Dus een goede samenvatting, die heeft structuur, die heeft kleur. Als je kijkt naar deze samenvatting, dan zie je dat daar in het rood een hoofdtitel is. En die hoofdtitel is de Romeinse politiek. In het groen zie je daaronder een tussentitel. Dus dat is een andere kleurschakering. Dan weet je, rood is voor belangrijke zaken zoals hoofdtitels, groen is voor verder in structuur. En eigenlijk je eerste dingetje dat je altijd bij een historische samenvatting moet gebruiken, van hoofdstukje is situeer in tijd en ruimte. En dan kan je heel globaal, heel beperkt, met zo weinig mogelijk woorden en jaartallen, een overzicht geven. Welke dingen zijn er nu eigenlijk echt belangrijk? Bijvoorbeeld voor Rome is dat de bestuursvorm. Je ziet bovenaan de 753 voor Christus
tot 395 na Christus, dus eigenlijk de geschiedenis van het oude Rome, met daarbij welke bestuursvormen die hadden, wie er toen aan de macht was en wat voor een soort rijk dat was. Dat is eigenlijk heel veel informatie in heel weinig woorden. En begin daar ook mee, want het zijn die zaken die jouw structuur geven. Voor de rest, ik werk met Memoria, dus ik heb ervoor gekozen om het volgende deeltiteltje in het groen weer te zetten. En dat zijn de titels van uw werkboek. Want het werkboek is heel vaak gemaakt door mensen die effectief wel eens kennen van hoe dat je iets moet studeren. Dus die bieden een structuur aan. Dus gebruik die structuur, want het is ook die structuur die jij in de les hebt gezien. En je ziet dus weer dat ik kies voor verschillend kleurgebruik. Zwart is voor mij voor kleine onderliggende krachtlijnen belangrijke woorden. Je ziet ook nummering, je ziet pijltjes, je ziet wolkjes. Die wolkjes zijn bijvoorbeeld zaken van, ah ja, dat hoort daar ook bij dit stukje, zo'n denkwolkje. Wat is hier verder nog? Dus ja, gewoon wiskundige tekst, basic, hè. Gewoon is gelijk aan. Dat is altijd beter om afkortingen te gebruiken, omdat dat je samenvatting korter maakt. En dat geeft je meer zin om te studeren. Als jij hier nu had geschreven, rechtvaardige oorlog, onder je pijl, dat is eigenlijk hetzelfde als eerlijk zijn. Ja, dan heb je een hele zin. In de plaats van gewoon is gelijk aan eerlijk, bespaar je tijd en geeft je ook gewoon minder leeswerk, geeft je meer goesting om eraan te beginnen. Ook voor- en nadelen, gebruik dus plus, min, gebruik de kleuren die daar normaal sociaal aan worden gegeven. Dus voor positieve dingen vaak groen, negatieve rood. En dan krijg je dus eigenlijk echt een structuur. Dit is een samenvatting van de hele Romeinse geschiedenis. Dus eigenlijk alles van Rome en wat er is gebeurd. Dus eigenlijk is redelijk volledig. En je ziet dat daar ook een verschil is in layout. Je ziet hier onder andere schema's waarvoor ik heb gekozen. Je ziet dingen die zijn aangeduid, zoals hier de schijndemocratie is een schema dat we in de klas hebben gezien. Je moet niet nog eens heel dat schema erbij zetten, want dan wordt je samenvatting weer te druk. Zet een verwijzing naar zie schema en duid dat aan dat je dat weet. Ook bijvoorbeeld voor SPQR staat een klein sterretje bij en onderaan kan je dan voor jezelf een voetnoot zetten. SPQR, ah ja, Senaat Populusque Romanus. Dat je dat nog weet bij studeren. Ook hier dus zo symbooltjes, man meer macht dan vrouw. Dat is veel leuker om te studeren dan heel de tekstjes. Hè? En eigenlijk, zo zie je dat je eigenlijk heel slim, op een heel efficiënte manier, een samenvatting kan maken. Kies vooral voor de structuur die jij kent, de hoofdstukken die jij hebt gezien, de kleuren die dat jij het liefste gebruikt, en blijf diezelfde kleuren gebruiken voor dezelfde zaken. En zo ga jij op een duur een heel efficiënte aanpak creëren. Puntje 6. Organiseer je cursus. Je cursus is meer dan gewoon blaadjes met paginummers op. Maak daarvan echt iets waar de structuur in naar voren komt. Gebruik posties door dat boven aan de zijkant tussen te plakken. Of als je geen posties hebt in deze coronatijd of zo. Papierslippers waar je woorden opschrijft die dat je dan met plakband of met lijm of whatever bij je cursus kan bijplakken. We gaan ook daarvan eens kijken naar een voorbeeldje over hoe je bijvoorbeeld voor een hoofdstuk politiek van Rome de structuur in je cursus kunt brengen. Alles makkelijk terug te vinden valt. Goed, dus dit is het hoofdstuk waarover het in het filmpje over gaat. En als ik nu heel deze stapel bladen zou zien, dan zou ik echt gewoon goesting hebben om een kat te geeselen en naar die van een brug te springen. Dat is niet aangenaam om aan te starten als je vraagt van, ah ja, keizer. Oh ja, keizer, ja, waar zit keizer ergens? Moet echt aan liggen zoeken. Ah, hier toevallig, ik ben wel op keizer. Maar dan, ja, de Viet Impera. Waar zit dat? Ik weet het niet, ik kan er niet meer aan uit. Ja, dan kun je of helemaal depressief worden, of gewoon het volgende doen. Tadaa! Structuur. En structuur, dat maakt het nu precies wel meer als een afvalhoop dat je in de Filipijnen op strand tegenkomt. Maar in het geval van geschiedenis, of toch bij het studeren, maakt het dat je sneller bij verschillende onderdelen geraakt. Want overal zie je dus in kleuren, bovenaan in het rood, koninkrijk, fase, veroveringen, de bestuursvormen in de juiste volgorde. En aan de zijkant allemaal deelthemaatjes. Bijvoorbeeld, je wilt op zoek naar iets over de rechtvaardige oorlog. Ah ja, rechtvaardige oorlog staat hier. Wasknijper, voilà. Alles over rechtvaardige oorlog. Je wilt iets meer weten over dat heel belangrijke schema van de politiek. Schema politiek, blader. Schema politiek. En politiek, dat was dus dan bij de Republiek. Oké, dat klopt. En hoe was dat weer in het Keizerrijk?
dan kan je doorbladeren naar het keizerrijk en dan ga je eigenlijk overal heel snel naartoe. En je zag ook wel, hopelijk bij het bladeren, dat ik overal ook veel kleuren gebruik in de cursus, want kleur, dat maakt dat dingen eruit springen en dat je niet meer moet gaan zoeken waar alles staat, want het staat gewoon aangeduid. Dus probeer dat ook zelf zoveel mogelijk te doen. Puntje 7. Laatste puntje. Ik ga natuurlijk wel praten van mijn eigen winkel, maar bekijk filmpjes. Filmpjes en films in het algemeen geven een hele brede context. Dat helpt je ook visueel bij studeren. Meer dan gewoon blaadjes met tekst. Mijn lesvideo's zijn gemaakt om een historisch inzicht te krijgen. Daarmee ook dat sommige zo lang duren. Sorry daarvoor, maar op 5 minuten kun je geen historisch inzicht krijgen. Kun je beter 1 van 20 minuten zien dan even wiskunde 4 van 5 minuten. Want die 4 van 5 minuten hebben geen samenhang. Die 1 van 20 wel. Die heeft verschillende linken die al voor jou worden gelegd. Dus dat kunnen mijn video's zijn, waarvan ik probeer zoveel mogelijk te blijven maken. Ook na deze lockdowntijden. Maar ook gewoon Netflix-films. Ook die, als historisch betrouwbaar zijn. Of gewone films natuurlijk. Die kunnen u ook helpen om alles beter voor te stellen. Verbeelding is heel belangrijk bij geschiedenis. Niet om dingen te verbeelden die nooit zijn gebeurd, maar om in te beelden hoe het in die tijd was. En games zoals Assassin's Creed vind ik echt de max. Dat is het allerbeste om geschiedenis te studeren. Als je met de juiste ingesteldheid dat speelt. Niet gewoon, oh die gast in de kop, check, die gaat eraf. Nee, maar kijk ook naar de omgeving. Kijk naar je tempel, hoe je die bouw. Stap in die game, stap in die leefwereld. En neem zelf actief deel aan dat historisch gebeuren. Goed, dat waren de belangrijkste tips die ik heel graag zou meegeven. Hopelijk ben je er iets mee. Als jij zelf nog tips hebt waar ik niet aan denk op deze moment, wat dat waarschijnlijk is, zet dat gerust in de comments, dat ook mensen die nog wat meer ondersteuning kunnen gebruiken, inspiratie kunnen opdoen. Want wie weet jij wel een andere aanpak die ook werkt en die misschien zelfs beter is dan de mijne. Goed, merci om te kijken en ciao, ciao. Bye.